je nou spannend muziek onder monteren? Ja. Serieus. Gaan we het aan. Goedemorgen, lieve mensen. Het is heel erg vroeg op onze laatste dag en ik ben even een berg opgeklommen om nog een stukje van Chambéry te laten zien. Je ziet niet zoveel, want het is helemaal regenachtig en mistig, maar toch een shot. Ga ik nu teruglopen? Kunnen jullie zien waar we hebben geslapen? Je zit er een druppel op de lens. Nee, zo zie ik er gewoon uit 's ochtends. Die indruk krijg ik ook. Hé, hey, niet heel veel verschil in de druppelen zeg. Kijk, Tango is wakker. Tango is wakker. Hé, hey, Tango, heb jij lekker geslapen, jongen? Mij wil hij nog wat rust hebben. Nou, fijne ochtend verder. Wij gaan onze spullen pakken en dan gaan we zo naar Horen rijden. Justus ligt als enige uiteraard nog hier in bed. Ik moet zeggen, hij ziet er best goed uit voor zijn doen. Iets harder, dat kan hij hebben. Pas op de camera, die is van jou. Pas op de camera. Mijn cameraatje. Als jullie er nou niet zijn voor speciale gelegenheden, draag ik mijn peniskoker. Justus wil beweren dat deze didgeridoo zijn peniskoker is. Ik wil niet zeggen dat hij helemaal gevuld is. Bovenin zit een hele kleine opening, ziet u dat? Nee, dat dacht ik al, zo klein is die. Maar dit is de kamer van Justus. Hij houdt erg van opruimen. Hij heeft ongelooflijk veel kleding in zijn kledingkast. Wat hij ook heeft, dat heeft hij helemaal zelf gemaakt. Is een oefenapparaatje om zijn klimkunsten te verbeteren. Maarten gaat dat nu even demonstreren. Nee, moet je even gaan staan, Maarten. 1, 2. Hij hangt echt. Oh, nu niet meer. Hij hing echt. Dat was mijn ochtendgymnastiek. Dat was zijn... Oeh, zo. Je bent niet de knapste 's ochtends. Nou, dames en heren. Fijne dag. 6 weken geleden hebben we voor het eerst gebeld. Dat is een elektriciteitspaal die om begint te vallen. Een maand geleden is hij omgelazerd. Hebben we weer gebeld. Zijn ze komen kijken. Zo. Hij was echt omgevallen. 2 weken geleden ging het hard waaien, ging de stroom uit, dus hadden we weer gebeld. Zijn ze de volgende dag komen kijken met z'n tweeën. Hij was dus echt nog steeds omgevallen. Dus nu 6 weken later zijn ze met materiaal hier om nog eens te komen kijken, denk ik. Ja, en dan weer weg te rijden. Ja. Toen een ander voertuig meegenomen. Het zou nu te nat zijn om met het kraantje bij te kunnen, denk ik. Maar kunnen ze dat wel werken? Ja, wat is dat? Huh? Oh, daarom bouw je ik hier. Ben al een beetje ingeburgerd. Oké, ik neem hem. Salut.
Oh, wauw. Rijden. Ja. Dan heb ik gewoon een klein naast me. Het is een stuk leuker om tegenaan te kijken dan Mark. Oh. Ja, dat vind ik ook. Ik kijk veel liever naar jou zonder dan naar Maarten. Ik dacht wel even dat het om mijn driver skills te doen was. Maar... Zo, je hebt echt een supermarkt waar je u tegen zegt. Er zijn wat mensen die zich niet zo vermaken hier in de auto. In ieder geval, ze vinden ons blijkbaar ongelooflijk saai. Ze zitten te lezen. Wat zijn jullie ongelooflijk saai daarvoor? Je lijkt me af, hè? Voor iedereen die nu kijkt en denkt, ik ken Justus, ik ben vriend of familie. Ik zou zeggen, ga er een keer op bezoek. Het is er echt super gezellig. Dat was het. Waar zit het knopje? Ja, dat is wat te gek vandaag, want ik heb nieuwe muziek ontdekt. Mark kwam met een cd'tje aan. Hoe heet dit? Hoe heet het? Mark? Het is van die voorstelling van jou, van Swanleg. Oké, nou leuk. Ja, tof, ik heb het nooit gehoord. Zo, je deed licht bij die voorstelling. Ben je wel aan het slapen? Oh. Ik heb wel gezien, ik heb die voorstelling gezien. Ik vond dat die ene nogal op een zwan leek. Heb ik gemist een stukje?
je nou spannende muziek onder monteren? Ja. Serieus. We gaan het halen. Die gierige Nederlanders die alleen in Luxemburg willen tanken. Hoeveel kilometer nog naar Luxemburg? 13. Oh, en hoe lang laat het branden lampje al? Half uurtje? Nee. Oh ja. Oeh. Je rijdt daar. Oh nee, ook al. Kilometer bleek 13 minuten. Ja, en dan vergeten er af te slaan. Ja. Wel een Shell. Ik moet vroeger voor mijn moeder nooit bij de Shell tanken. Dus ja, jammer dan voor je moeder. Ja, is die straks duurder dan... Net. Moet je hem straks eens horen slurpen, joh. Ja, goed gedaan. Dank je. Ik doe het iedere keer weer zo. Nou ja! Hoe is hij hoor? Ik monteer er wel even een explosie onder. Ja, dan nog een keer. Jij wilt toch rijden? Ja, gaan we nog plassen? Nee. Nee? Oh, nou dan doe ik het even hier in de emmer. Zijn we weer in Nederland beland. Sander, hoe voelt het weer om op onze eigen bodem te zijn? Waar is België gebleven? België! Iets achter je. Nou, ik ben op zich niet zo nationalistisch ingesteld, dus ja, het is wel... Wel leuk. Wel leuk dat je na 1 kilometer snelweg moet verlaten of wel leuk dat je weer terug bent in Nederland? Ook. Kijk, dat is een duidelijk antwoord. Oh, wacht even, Maarten is wakker. Maarten, nou, ik zie, kan je even een lampje naar je aan doen, dan kan ik je zien. Nee, dat is veel beter dan. Zo, ja, hey, Carlijn is wel zichtbaar. Carlijn is aan het werk. 3 seconden nadat ze internet had, was ze alweer verslaafd aan het werk. Ja. Ze is erg gelukkig daarmee. Ik zal even filmen hoe Sander de bocht neemt. Wow! Hoe vind jij het om weer in Nederland te zijn, Mark? Ik persoonlijk. Ja, persoonlijk jij. Ik vind het, dat ik weer in Nederland ben, maakt me niet zoveel uit. Ik vind het vooral leuk dat ik morgen weer mijn kindjes zie. Ah. Tja, sentimentele gedoe gehad. Gaan we weer verder met het werk. We zijn nog even een stukje aan het filmen. Eigenlijk puur uit de verveling.
verveling. We hebben de hele reis hetzelfde spel gedaan. Als je daar al mee begint, wat ga je dan doen als je je verveelt? Filmen. Ja, maar dat hebben we ook de hele reis al gedaan. Nee, niet de hele reis. We hebben delen van de reis gefilmd. Ja, gelukkig niet. En dan knip ik ook nog de leukste delen eruit. Tenminste, die laat ik erin. Dus wat ga je nou uiteindelijk doen? Knippen. Een heel sentimenteel verhaal van maken. Dat het heel fijn was met vrienden op reis te gaan. En dat mensen jaloers worden als ze op hun werk zitten deze week en die filmpjes zien. Gaat dit op internet? Nee, natuurlijk niet. Dan is het goed. Nee, als mijn baas het ziet, die weet niet echt dat ik er niet ben. Wat? Nee, niks. Voor de mensen die het een beetje weten, hier zijn we. Een schattig gebouw zo. Eerste oog. Maar wat vond je van de reis, Mark? Bijzonder leuk. Oh ja. Ik vind dat we interessante dingen gedaan hebben, leuke dingen gezien. Wat vond je zelf? Bijzondere mensen ontmoet. Ik was er niet klaar, even iemand in. Oh, sorry. Bijzondere mensen ontmoet, lekker gegeten, lekker gedronken, leuke dieren gezien. Het meest spannende vond ik toen Klein in de auto mee aan het rijden was, als chauffeur. Heb je nog meer vragen? Ja. Met wie vond je het nou het leukste om op reis te zijn? Nou, dat is maar één antwoord voor mogelijk, ja, met toch? Mezelf. Maar Sander, wat vond je zelf van de vakantie? Ik vond het heel leuk. Ik vond het en met... Ik vond dat we lekker hebben gegeten. Ja. Ik vond dat we leuke mensen hebben ontmoet. Oh. We hebben leuke dieren gezien. Ach, jij ook. En ik vond zelfs het spannendste als Carlijn ging rijden. En welk dier vond je nou het leukste om tegen te komen op vakantie? Carlijn. Oké. Nee, ik vond de... Raoul vond ik leuk. Raoul, hè? Raoul de geit. Ja, Raoul de geit. Raoul? Hallo. Nee, niet veel later in het rijtje komt toch ook wel de handwasbeer. Ja. En zie je hier voornamelijk dan fijne wasberen of hoofdwasberen of 40 graden wasberen? In dit gebied? Ja. Handwasberen? Oh ja. Mooi man. Ik ben benieuwd naar de filmpjes. Ja, de handwasbeer was ook uitermate. Maarten, ja. Wat vond jij nou van de vakantie? Super tof. Wat vond je het engste moment op jouw vakantie? Het engste moment? Toen collega jij. Oké, ze heeft indruk gemaakt op jullie. Wat is nou, als je echt moet kiezen, het lievelingsmoment van de hele vakantie? Ik denk de laatste dag gaan skiën met die perfecte sneeuw. Ja, staat erop hoor! Ja, dat was geil, hè? Dat is super fijn. Dit is Kelijn. Kelijn is aan het bellen? Oh nee, ze is even vrij. Nee, hoi Kelijn. Hoi. Hoe vond jij jouw vakantie? Ja, super geil. En was dat alleen nog maar omdat ik mee was of ook om andere redenen? Het was heerlijk om al die mannen om me heen te hebben. Ja. Ik was ook blij dat Fanny op een gegeven moment wegging. Ja, dat is best funny. Wat was nou het engste moment op vakantie? Toen ik zelf moest rijden. Ja, daar zijn we het allemaal over eens. Dat... Wat is nou het mooiste moment van jouw vakantie met mij? Met Maarten in de sneeuw. Dat dacht ik al. Ja, is dat niet goed? We gingen alleen skiën. Alleen skiën. Hey, en als je nou straks thuis komt, wat is het eerste wat je gaat doen? Ja, wassen, stofzuigen, dat soort dingen. Ja, goed. Dat is het goede antwoord. Je had niet veel anders kunnen antwoorden eigenlijk. Is er nog iets wat je aan de camera kwijt wil naast... Aan de camera kwijt? Ja? Ja. Niet aan de camera. Niet aan de camera, maar aan de kijkers. Ik vind jullie super lief dat jullie dit helemaal hebben gekeken. Ik heb zelf nog geen één vlog van Sander gekeken. Dus ik vind het knap dat je dit uit hebt gekeken. Dit wordt eruit geknipt. Like in the comments!